Vanavond. Op het aanrecht ligt 2 euro voor een patatje. Vergeet nou niet weer het licht uit te doen voor het slapen gaan. Ben ik weg. Bekijk jullie het maar. Ik waarschuw je,
Je doet het niet! Lievertje, vergeltje, geen haar in mijn bondje die daaraan denkt. Dat is je hoofd. Wat zeg je, lievertje, vergeltje, wat is er met mijn hoofd? Geen haar op je hoofd die daaraan denkt. Ach, en wat weet jij daar nou van, lievertje, vergeltje? Jij hebt niet eens haren, jij hebt alleen maar veren. Ik ben toevallig wel de grootste vogel die er bestaat. Een struisvogel. En ik kan ook heel hard rennen. Wel 70 kilometer per uur. Als ik daar zin in heb, hè. En ik leg ook mega grote eieren. Eén ei van mij weegt net zoveel als 25 kippeneieren bij elkaar. Zo, doe dat maar eens na. En als jij pech hebt, eindig jij als een dotveren op een dameshoed. Maar zo'n pluim. Ka, ka, ka. Als je je mond maar houdt. Is het een... geheim dan, lievertje vergeltje. Ik ben dol op geheimen, dat weet je. Je doet het niet. Wat? Het aan de regisseur vertellen. Wat precies? Oh, dat weet je best. Jij weet het, ik weet het en straks weet iedereen het. Je doet het niet. Ik weet. Als? Ik weet. Als? Wat de regisseur niet weet. En dat is... Wacht! Lievertje vergeltje. Dus jij denkt dat jij op die andere muziek beter kunt dansen? Yes. Ach, die paar passen die jij zet. Dat kun je toch geen dansen noemen? Dat kan ik toch wel beter. Attentie, attentie. 20 minuten voor aanvang. Klaar voor de opwarming? Even. Wij kunnen nog niet beginnen. Heeft iemand ergens mijn glazen bol gezien? Ik kan hem nergens vinden.
Ben je hem nou alweer kwijt? Het is ook altijd hetzelfde liedje. Kom je eindelijk een keer bij mij langs? We moeten eens kijken wat er met jou aan de hand is. Er groeit een zorgenrimpel in je voorhoofd, wist je dat? Lievertje Vageltje, hoor ik daar een geheim? Je mag al je zorgen ook best aan mij vertellen hoor. Gerust. Ik heb helemaal geen geheimen. En als ik er al een had, dan zou ik die zeker niet aan jou vertellen. Jij weet wat ik niet weet. En het is. Nou, zeg het dan, Vageltje, zeg het dan nu. Jij weet wat ik niet weet. En het is. Nou, zeg het dan, Vageltje, zeg het dan nu. Ja, steek jij je kop maar in het zand. Die waarsechter weet alles hoor. Al die geheimen in die glazen bol. Als ze hem vindt, tenminste. Sst! Jij weet wat ik niet weet. En het is. Nou, zeg het dan, Vageltje, zeg het dan nu. Jij weet wat ik niet weet. En het is. Nou, zeg het dan, Vageltje, zeg het dan nu. Jij weet wat ik niet weet. En het is. Nou, zeg het dan, Vageltje, zeg het dan nu. Zeg het dan, Vageltje, zeg het dan nu. Zeg het dan, Vageltje, zeg het dan nu. Ach, barones, zou je me even willen helpen met zoeken? We gaan bijna beginnen. Lore, koppiekraal! Ik ben geen papegaai. Ik ben een struisvogel. Hoe heet je? Ik ben struisvogel. Ik ben Lotte. Sta jij al lang naar me te gluren? Nee, nog maar net. Ik hoorde muziek. We zijn nog niet klaar hoor, maar straks spelen we een voorstelling. Weet je, ik vind de openingsmuziek van de voorstelling zo lelijk. Daar kan ik toch niet op dansen en chansen. Welke muziek vind jij dan tof? Ken je dit? Dat is van Strauss, de beroemde componist Johann Strauss. Hij was de koning van de walsen. Hij heeft wel 165 walsen verzonnen. En weet je wat Strauss betekent? Dat is Duits voor struisvogel. Moet je je voorstellen? Ik ben familie van Johann Strauss. Sawaai! Nou dan. Ben jij alleen? Zijn je ouders er niet? Ik maak altijd overal alleen aan toe, hoor. Zo heen. Ja? Echt? Tuurlijk. Ik heb de sleutel en ik hoef nooit te zeggen hoe laat ik thuis kom. Ik mag ook met vriendinnen afspreken wanneer ik wil. Zo heen. En net zo lang computeren of video kijken als ik zin heb. Zo heen. En nu heb je een kaartje gekocht voor onze voorstelling. 3 keer raden wie de hoofdrol in de wacht heeft gesleept. Nou! Laat
later ook actrice worden. Oh ja? En wat zou je dan het liefste willen spelen? Als de pest, joh. Die vertelt altijd alles door. Was dat die mevrouw van daar straks? Mevrouw? Pfft. Een roddeltante zul je bedoelen. Roddelen? Dat doet ze het allerliefste. Ja, praten over mensen, waar die mensen dan zelf niet bij zijn. En dan een dingetje vertellen over iemand. Of eigenlijk een geheim dingetje. Zonder dat die iemand weet dat dat dingetje wordt doorverteld. Ja, dat iedereen dus dat dingetje over die iemand weet. Of een heleboel dingetjes, dat is nog veel erger. Maar eigenlijk wil die iemand helemaal niet dat iedereen dat dingetje weet. Zo, hé. Snap je? Ja, ik geloof het wel. Oh ja, ze maken er ook bladen van. Die staan al vol geheime dingetjes van beroemde mensen. En die bladen kun je alleen lezen bij de kapper.
koffie. Geheimen door? Ja, dat mag best met kleine geheimen. Ben jij niet nieuwsgierig naar een geheim van iemand dan? Ja, natuurlijk wel. Weet jij een geheimpje? Ja, die weet ik wel, ja. Zo, hé. Mag ik het weten? Alleen als je mij ook een geheim vertelt. Nooit, 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 nooit. Dat is niet eerlijk. Nou, dan vertel ik mijn geheimpje ook niet. Zoé. Nou goed dan, maar jij eerst. Oké, ik ga wel eerst. Morgen is mijn hartvriendin jarig. En weet je wat ik haar geef? Zoé, dat is een mooi cadeau. Nou jij. Nee. Kom op, het was een deal, weet je nog? Je speelt vals. Wat? Ik heb stiekem doof in de principe van de vreselijk verwisseld. Hè? Ik heb stiekem... Ik heb stiekem de openingsmuziek van de voorstelling verwisseld. Maar dat mag de regisseur niet weten, hoor. Ik zeg niks. Je nou? Ik zweer, zo doe je dat. Maar weet jij zeker dat ik het nooit doorvertel? Dan vertel ik jouw geheim ook nooit door. Dan hebben we samen een geheimpje. Maar, grote geheimen? Vertel je die door? Als het een echte mug is, dan niet natuurlijk. Mug? Een mega uitzonderlijk geheim. Als je een geheim hebt wat je het liefst zou vergeten, wat echt niemand mag weten. Een geheim is zo groot, een mega uitzonderlijk geheim.
Nou, ik ga nu even snel mijn veren poetsen, want die moeten wel glimmen in de voorstelling. Welkom bij het journaal van vandaag. We hebben de volgende onderwerpen. De ontdekking van de Wilhelmina-wals. Het dreigende tekort aan post-it. De uitbraak van stresseritis. En natuurlijk het weer. We beginnen met de ontdekking van de Wilhelmina-wals. De beroemde componist Johann Strauss heeft toegegeven dat de Wilhelmina-wals door hem is gecomponeerd. De Wilhelmina-wals kwam boven water toen een zekere S. Bach het werk uit de schöne blauwe Donau viste. De beroemde componist Johann Strauss bekende de wals uit pure wanhoop te hebben weggegooid, omdat zijn toenmalige vriendin Wilhelmina er een geheime minnaar op nahield. We gaan verder met het volgende nieuws. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het dreigende tekort aan post-it-briefjes te maken heeft met de verwaarlozing van kinderen. Tegenwoordig communiceren ouders alleen nog maar met hun kinderen via post-it-briefjes. Dit heeft als gevolg dat er een dreigend tekort aan post-it-briefjes is ontstaan. Ook kinderen voelen zich niet op hun gemak bij deze communicatie en zoeken vaak buiten de deur iemand om mee te praten. De kinderbescherming heeft daarom een telefoonlijn geopend waar kinderen hun geheimen kunnen vertellen. Dan nu het volgende zorginwekkende bericht. De stresseritis, ook wel bekend als de geheimenziekte, breidt zich uit over het land. Steeds meer mensen krijgen symptomen van deze mysterieuze ziekte. Ze klagen over buikpijn, hoofdpijn, maken vreemde bewegingen. Doktoren zitten met hun handen in het haar en roepen de mensen massaal op om hun mug vrij te laten. En dan nu het weerbericht. Ja, nou, de weersvoorspelling voor vandaag gaat als volgt. Nou, ik krijg net binnen dat het weer voor vandaag geen voorspelling kan geven, omdat het te druk in de weer is met zijn mug. Met zijn mug? Oh, wat hebben we dat dan mag wezen? Nou, het komt er hier op neer dat het weer voor vandaag geheim blijft. Dat was het dan weer. Zijn we nou klaar? Die glazen bol is nergens te vinden! Hallo? Ik ben dus barones Ledder. Zeer aangedaan! Geheimen! Moet je doorvertellen aan mij, zeg ik altijd maar. Anders krijg je een ziekte. De stresseritis. Hebben jullie die kale nekken van een Strauss-vogel gezien? Daar heeft zij allemaal veren uitgepikt. Ik denk dus dat zij stresseritis heeft. Ze moet dus wel een heel groot geheim hebben. Oh, en trouwens, hebben jullie gehoord van die waarzegster? Die schijnt met haar tong tussen de deur te hebben gezeten. En nu hangt die er soms een beetje uit. Oh, moet je eens opletten. En oh, nog één. Die man van die achter. Die niet meteen kijken allemaal. Dat schijnt een meisje te zijn. Een geheimje vertellen? Nou, eigenlijk heet ik barones Roddel. Maar als ik dat zeg, vertelt niemand mij natuurlijk meer een geheim. Daarom heb ik mijn naam achterstevoren gezet. Ledder. Slim.
zeg altijd, een geheim is niet fijn. Zorg dat je er vanaf komt. The sooner, the better. En Shakespeare zei altijd, zijn of er van af zijn. That's the question. Wil jij mij geheimje vertellen? Geheimen moet je daar vertellen. Je moet jezelf niet kwellen. Kom naar mij en heb vertrouwen. Ik zal er zijn voor je angst en je pijn. Hoe groot of klein, geheim ook is, raak het kwijt. Want dat is beter. Anders krijg je stressritis. Nou, dat staat voor geen meter. Geef mij nu jouw geheimen maar. Het is beter, geloof me, dat is waar. Vertel het mij. Maak je blij, ja, oh zo blij. Geef mij nu je geheim, zeg het dan, vertel het mij. Anders krijg je stress en ritus, nou ik maar stress en ritus. Neem die vergel met die veren, nou echt, daar is iets mis mee. Ik weet niet wat, maar het is heel wat. Ze heeft een geheim, ik vind het zo fijn. Neem die muzikanten, nou die hebben stress en ritus. Ze zeggen, het is niks, maar dat komt door de stressritis. Geef mij nu jouw geheimen maar. Het is beter, geloof me, dat is waar. Vertel het mij, ik maak je blij, ja, oh, zo blij. Geef mij nu jouw geheim, zeg het dan, vertel het mij. Oh, anders krijg je stressritis. Echt waar, stressritis. Zijn of er van af zijn. Omdat ik je naam zo mooi vind. Ja, Lotte, Lotte, Lotte. Heel mooie naam heb je. Zo, ik wou dat ik die naam had. Ik dacht dat je het wilde vragen. Nee hoor. Echt niet? Nou, wat bedoel je nou? Zo, wat ik bedoelde, een heleboel. Nou, het zit zo, ik heb denk ik een homo. Het is een nou ja, je weet wel een bla bla. Een heel groot nou ja, toch wel best wel een ding. Ik snap het niet, wat bedoel je nou? Vertel me wat er is met jou. Een heel groot nou ja, toch wel best wel een ding. Ik durf, ik durf, ik durf. Het niet, Zoe. Nou dan, Zoe. Het is niet dat ja? Ik bedoel dat ik had. Ik wil wel en ook niet, maar wat als je weet wel. Ik ben toch ook zo bang, bang. Ik heb het al zo lang, lang. Een heel groot, nou ja, toch wel best wel een ding. Ik snap het niet, wat bedoel je nou? Vertel me wat er is met jou. Een heel groot, nou ja, toch wel best wel.
het echt vertellen, hoor. Ik vertel het echt niet door. Eerst zweren. Maar wat moet ik dan zweren? Dat je het nooit doorvertelt. Zweer het dubbel. Ja, voor de zekerheid. Ik denk dat ik een... Mug heb. Een mug? Yes! Een echte mug? Stil nou! Rottige voelig ergens? Ja. Niks rottig gegeten. Zwaait er wat? Ja. Achtervolgens zit je overal? Ja! Dan lijkt wel een typisch geval. Een mug. Maar ik weet het natuurlijk niet zeker. Zoe! Nou dan. Wat nu? Naar de waarzegster? Nou! Misschien kan ze wel helpen. Nou! Ze heeft vast geen tijd. We gaan zo beginnen. Ben jij niet nieuwsgierig wat ze in die bol ziet? Allemaal geheimen. Zoe! Nou dan. Ja! Ja, dat denk ik wel. Zoe! Dus je gaat. Ik heb geen tijd. De voorstelling begint zo. Dag, lieve kind. Heb jij misschien ergens een glazen bol gezien? Nee, nergens gezien. Ik ben ook een waarzegster van niks. Altijd ben ik mijn glazen bol kwijt. Ondingen zijn het ook. Wie heeft ooit verzonnen dat ze rond moeten zijn? Vierkant had ze vierkant gemaakt, dan rollen ze niet steeds weg. Vierkant, veel beter. Kan je mooi stapelen in de kast, een voorraadje aanleggen. Mevrouw, kunt u de toekomst voorspellen? Zonder glazen bol kan ik niks, mijn lieve kind. Maar ik kan het natuurlijk wel proberen. Even concentreren. Ik doe mijn ogen dicht, dan kan ik beter kijken. Ine mine melle, zal ik jouw toekomst voorspellen? Mag het ook voor iemand anders? Een vriendin dus iemand anders? Ja, mag het ook voor iemand anders? Voor iemand anders zijn? Ine mine morgen, wie is er dan toch zo vol zorgen? Een vriendin, ze denkt dat ze een mug heeft. Een grote mug, dus echt niet klein. Een vriendin, ze denkt dat ze een mug heeft. Een mega uitzonderlijk geheim. Ah, daar weet ik wel wat op. Ine mine mopen, zij moet een muggenmepper kopen. Nee, ik bedoel een mug. Een mega uitzonderlijk geheim. Nee, ik bedoel een mug. Een mega uitzonderlijk geheim. Ja, ja. Dat is natuurlijk heel andere koek. Mug. Lieve kind. Een geheim is eigenlijk geen geheim. Pas als je het zo noemt, is het geheim. Jij bent de enige die het weet. Belangrijk, de enige die het weet. Ze wil het heel graag kwijt, stress, rietus en wil pissen. Zo wordt ze geen actrice, ze wil het heel graag kwijt. Ja, ja, in mine mimpel, het is eigenlijk simpel. Kijk, zo zit het. Je hebt dus een geheim, vertel het aan iemand. Geheim, is het geen geheim meer? Geheim, als je het vertelt, geheim, probleem opgelost. Maar dat durf ik, zij, dat durft zij niet, dat durft zij niet, dat durft zij niet. Maar dat durf ik, zij, dat durft zij niet, dat durft zij helemaal niet. Wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan? Ze wil graag weten wat er dan gebeurt als het iemand vertelt. Wat dan? Wat dan?
kijken. Ene mine. Verdorie, even resetten. Ene mine mix. Ik zie helemaal niks. Wat betekent dat? Wat betekent dat? Wat betekent dat? Ene mine melle. Dat ik de toekomst niet kan voorspellen. Ik zei toch, ik ben een waarzegster van niks. Wat moet mijn vriendin dan doen? Ik ben een vriendin van niks. Zij zit met een groot geheim. Wat moet ik doen? Mine, mine, mouwen, geheim. Moet je met iemand ruilen? Dat rijmt niet, mevrouw. Totaal niet, mevrouw. Wat moet zij nou doen met hamer? Mouwen, een geheim moet je ruilen met iemand die je kan vertrouwen. Maar dat ritme loopt niet zo lekker. Mine mijn, heb je een geheim? Mine mine moek, schrijf het in je dagboek. Mine mine moek, dit kan ook. Mine mine moek, zeg het tegen een persoon. Mine mine mouwen, die je kan vertrouwen. Ine mine mop, dat lucht lekker op. Ine mine mouwen, die jij kan vertrouwen. Ine mine mop, dat lucht lekker op. Joe, Strausvogel, ben je daar? Gaan we al beginnen? Weet je wat ze zei? Wie? Dat loeder van de Lennor? Heeft ze weer lopen roddelen? Nee, de waarzegster. Weet je wat ze zei? Dat je een mug moet ruilen met iemand die je vertrouwt. Ja, ja. En zei ze er ook bij wie hier te vertrouwen is? Hier is niemand te vertrouwen. Nee, dat niet. Zo hé, zie je wel. Nee, ik bedoel, dat zei ze er niet bij. Wie hier te vertrouwen is. Wie zou jij vertrouwen? Jij! Want jij hebt gezworen! Mag ik mijn mug met jou ruilen? Als je dat wilt. Ik heb gezworen, dus ik ben te vertrouwen. Maar jij gaat eerst. Ja. Verstaan hoor. Ik kan niet. Vliegen. Kan jij niet vliegen? Zachtjes. Straks hoort iedereen het. Ik ben de grootste vogel van de hele wereld. Maar ik kan niet vliegen. Ik heb het echt wel geprobeerd. Ik heb uren geoefend. Kom straks, vogel, je kan het. 1, 2, 3, start! Nog eens. Kom op. Als iedereen meeklapt, dan lukt het misschien, ja? 1, 2, 3, start! Als ik dat eens kon.
brandende zon. Een plek zoals thuis, als ik dat eens kon. Zal ik jou iets vertellen? Alle struisvogels op de hele wereld kunnen niet vliegen. Zo hé! Huh? Echt. Weet je dat heel zeker? 100%. Helemaal heel zeker? Ja. Zo hé! Woehoe! Ja! Nou ja! Ik mocht mijn mug toch ruilen? Maar jij hebt je mug nog niet verteld. Zo hé! Ja, dat is mijn tekst. Huh? Je zegt zo hé, je zegt mijn tekst. Mooie boel is dat. Sorry. Ik moet zomaar naar huis. Ze wachten vast. Nou, snap ik er helemaal niets meer van. Jij mag toch net zo laat naar huis gaan als je zelf wil? Nou, dat is niet helemaal waar. Zo hé. Dat is eigenlijk helemaal niet waar. Zo hé! Het is helemaal niet zo tof bij mijn thuis. Ik ben altijd alleen en we doen nooit leuke dingen. En ons hele huis is vol met die plaatbriefjes. We komen niet thuis vanavond. Of op het aanrecht ligt 2 euro voor een patatje. Of vergeet nou niet weer het licht uit te doen. Als je slaap gaat, hè?
Ik mag ook geen actrice worden van mijn moeder. Ze zegt dat ik er geen talent voor heb omdat ik geen boodschappenlijstjes kan onthouden, want dat is niet waar! Zoey! Luda! Wat is hier aan de hand? Gaan we al beginnen? Nee, we gaan eerst Lotte helpen. Ze heeft een mug. Ach, lievertje, ik heb nog wel een muggenmepper voor je. Nee, ze heeft een mug. Een mega, uitzonderlijk geheim. Oh la la, lievertje. En wat is dat mega uitzonderlijke geheim? Ja, dat zou jij wel willen weten, hè? Ruilen voor jouw mug. Ruilen? Wat is dat dan voor nieuwe wettigheid? We vertellen alleen nog maar geheimen als we er een voor terugkrijgen. Zeg het dan! Zeg het dan! Zeg het dan! Zeg het dan! Zijn of even af zijn, dat is de vraag. Straks krijg je nog de strasseritis. Ik vertel het echt niet door, dat zweer ik. En zij dan? De waarzegster weet alles al en Strausvogel vertelt nooit de mug door. Het hoeft niet snel hoor, maar wel graag binnen 2 seconden. Zeg het dan! Nou, ik ben er. Ik ben er. Ik ga. Ik kaal! Zoey! Nou dan! Zoey! Nou dan! Nou, het staat u goed hoor, die kale bol. Bol? Ik weet niks van een bol. Volgens mij heb jij nog iets te verbergen. Iets glazigs? Iets ronds? Heeft u de bol gestolen? Geleend, kindje. Ik wilde hem alleen heel even lenen, maar ik kon er niks in zien. Dat had ik jou ook wel kunnen vertellen. Mijn glazen bol vertelt haar geheimen niet zomaar. Daar zijn ze veel te groot voor. Mijn moeder. Waar ben je? Je bent niet thuis, ja, duh. Zoey! Ze mist je. Ja, dat zal wel. Ik zal wel boodschap moeten doen of zo. Ik ga echt niet naar huis. Ik heb ook eens gehoord van een meisje die niet naar huis wilde. En ze kreeg ook nooit aandacht. En ze had ook allemaal van die plakken. Barones, voor roddels hebben wij nou geen tijd. Zeg jij dan eens iets nuttigs? Mine, mine, mee. Zit jij daar ook mee? Zie je wel dat je eerlijk kan zijn? Ja, mijn moeder weer, hoor. Lieve Lotte, waar ben je? We zijn ongerust. We missen je. PS, ga je mee morgen naar de Streuze Stroofvogelshow? Zoey! Nou dan! Ja, nou, hey! Oh, wacht, ik krijg nog iets. Ine, mine, minne. Nu kunnen wij eindelijk beginnen! Thank you.
sora, hoe zijn ze mora? Ecco se sora, hoe zijn ze mora? Tutu tutu, hoe zijn ze mora? Kom eens galette, kom eens in de vita. Dat u een kaartje komt, hè?